Hallo, ik ben Romelu Lukaku. Hallo, ik ben Yuri Tielemans en we gaan vandaag de Emoji Game spelen. Wat is dat eigenlijk? Dat is een robotarm. Ja. We hebben hem gevonden. Ja. Een robotarm. Ja, ik was aan het denken. Ja, Toby is eigenlijk altijd met zijn haar bezig. Wax of zo, of de sjaal. Staat altijd goed, dus. Ik heb hier een baby gezien. Hij heeft veel kinderen natuurlijk. Ja, juist. Hij is er heel jong aan begonnen. En hij stopt precies niet, dus dat is één van zijn emoji, zoveel kinderen hebben. Kindercrash. Altijd op tijd, altijd de eerste in de meetings, altijd de eerste in de kleedkamers, de eerste in de gym. Altijd op tijd. Ik ga mezelf ook die baby's bijzetten. Ja, we zijn ook vroeg begonnen. Dat is gewoon het beste wat mij overkwam in mijn leven. Ja, dus echt wel familieman en altijd op tijd. Eigenlijk zou ik twee emojis gebruiken. Deze en deze. Kevin, als we op vakantie zijn, zet jij deze. Maar voor de rest altijd deze. Altijd boos. Weet jij? Maar ik hou van het. Maar dat is Kevin. Wat is dat eigenlijk? Dat is een robotarm. Ja. We hebben hem gevonden. Ja. Een robotarm. Thomas zorgt heel goed voor zichzelf. Fiete hond is zijn bijnaam. Ja. Waarom hond? Ja, gewoon. Kaarten. Ja, kaarten. Hij houdt van kaarten, kingen of zoiets. Ja. Niks voor mij, maar dat is Jan. Ja, die zijn brain. Hè. Ik zou ook die brain zetten. Ik denk dat iedereen dat ondertussen wel weet. Hij is iemand die heel veel nadenkt. En ja, hij probeert altijd een plan voor alles in zicht te hebben. En ik denk dat hij soms wel een beetje te veel doet. Maar ja, het helpt ons wel. Hier zijn we ze. Ja. Hij is soms tot heel laat wakker om te kunnen spelen en hij doet het heel luid. Sorry. Ja. Dus Nee. Nee, jongen. Nee, ik ben een beetje ingewikkeld. Die micro misschien. Nee, ook niet. De king. Oké. Ik ben een beetje alpha male. Op training en zo, ik praat heel veel trash talking en zo. Sommigen kunnen er tegen, zoals hij. En hij antwoordt, daar hou ik van. Een beetje alpha. Oké, top, dat was het. Top, merci. Hè.